Er is een specifiek beleid dat het vertrouwen in de politie terug moet brengen, zegt minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie. Om het vertrouwen terug te brengen wil de bewindsman beginnen met de herstructurering van de politieacademie. Het korps heeft in de afgelopen jaren niet de nodige aandacht gehad en zou volgens Amoksi dus meer gedaan moeten worden aan het opleiden van politieambtenaren. Omdat een organisatie zonder opleiding van personeel, zonder goed getraind personeel, niet zal gedijen. Dus we gaan kijken naar de politieacademie om dat te herstructureren. Verder moeten we ook kijken naar de gebouwelijke voorzieningen. De omstandigheden waaronder de politie moet werken. De politiebureaus, noem maar op. Weet je, je moet eigenlijk in een geriefelijke omgeving kunnen werken. Als je bezweet van de straat komt, zou je moeten kunnen opfrissen. Dus die faciliteiten moeten gecreëerd worden. Omdat we niet alleen moeten kijken naar de productie die de politie levert, maar ook naar de secundaire zaken. Toch? Goede huisvesting, goed vervoer en dat soort dingen. En daarnaast ook vlotte bevorderingsprocedures, zodat mensen niet achtergesteld worden, achterraken in hun carrièregang. Dat gebeurt nu wel. Edgar Sampi, voorzitter van de vaste commissie Justitie en Politie, zegt dat er vaak genoeg met de leiding van het ministerie wordt gecommuniceerd om voorstellen voor verbetering te doen. Er worden vooral voorstellen gedaan voor de veiligheid van de gemeenschap. Zeker ook om te weten van zijn kant wat de stappen zijn die hij onderneemt om het stijgende trend hand toe te roepen. En hij is onlangs gestart met een plan, een criminaliteitsbeheersingsplan, genaamd Sakayu Tempo, welke moet voorzien in alles wat nodig is om de stijgende trend te droppen. Ja? En dit plan zal men uitvoeren van dit jaar, april 2021. Edgar Sampi, voorzitter van de vaste commissie Justitie en Politie.